for you is that we film a bit. No, no, yeah, no problem. No problem. Yes, of course. My name is first name is Nezi Falla. As well as Susie, hier is allemaal Afghanen. We zijn ongeveer drie maanden sinds december we zijn bezig met demonstratie omdat alle onze dossiers zijn afgewezen, onze asielprocedure is gesloten. Wij mogen niet meer volgens minister immigratie, mevrouw Maggie de Blok, wij mogen niet meer hier blijven in België. En daarom wij zijn hier allemaal verzameld naar hier gekomen om beginnen om demonstratie te doen, omdat Afghanistan is niet veilig en daar ongeveer 38, 37 jaar is Afghanistan is oorlog. En nog is deze oorlog en daar is onveilig voor ons. Wij zijn hier gekomen gewoon zoals jullie een goed leven hebben, onze toekomst uitbouwen en naar de school te gaan en studeren. En die mensen die slapen hier, ze hebben geen huis, ze hebben geen plaats om te slapen. En daarom wij zijn hier ongeveer 100, 120, totaal 130 mensen, kinderen, familie. Je m'appelle Shabana. Moi aussi, ma famille est Souli. Je viens en Belgique presque à 5 années ici en Belgique. My name is Shkiba. My family name is Karami. I'm arrived in Belgium more 2 years. Okay, Leila. This family Humayi, 2 years come in Belgium. We are family and the weather is just cold, but we most strong. We are a lot like people is sleep in the street with the baby. Our life is in danger in Afghanistan. If our life is not danger, we will never come in, we don't come to here. We love our country because this is country, but we don't love the law of for women. Every time they take our law. In Afghanistan, animal is more important than woman. You see, sometimes the woman is changed with with floor, with donkey, with like this. We are like only just for change. And sometimes when we do marriage, which they do like business. We also like the another woman. We want to free. We want to go to job to choose the marriage for baby for everything. We want to decide. Not the man is every time decide to do. We have geen huis. We moeten op de straat slapen. We willen niet naar Afghanistan gaan. We gaan niet naar Afghanistan terugkeren. En 100 mensen heeft is ziek. En ik ook, en mijn papa ook. Ik ben Feriba Naziri. Ik woon in België. In 3 jaar ik ben in België. Ik heb geen papier. Ik heb 2 kleine kinderen. Ik ben alleen hier. Mijn man met 2 nog kinderen in Griekenland. Mijn dochter is de beste student in de klas. Een kind overal heeft recht om education, om onderwijs. Om onderwijs, om te leren, om school te gaan. Maar hier is geen recht. In België is geen recht voor kinderen. Mijn kinderen zijn hier op de tenten. Waar is de kinderenrecht? Waar is de mensenrecht? Waar is de vrouwenrecht? Waar is? We are minorities in Afghanistan. There are Sikh, Hindu, it's a bit 5%. Because we have minorities and nobody has a rule in the government, we have nothing. So we have only one seat in the parliament also. Yeah, my name is Varjeet, first name, and other Singh Juneja Varjeet. Yeah, situation is worst day by day. It's all war, and the 2014 the
American soldiers will go, and there is worse day by day, no hope for the peace. So it's very difficult to go back, and we cannot live here illegal also. So we need papers to stay here because we cannot return to our country. So in Afghanistan, it's been 35 years, 40 years, there is war. So we don't have hope to, it will be peace there and we cannot return, so. Omdat ze hebben echt een probleem, ze hebben echt een vluchtelingen, ze hebben echt een oorlogsvluchtelingen. Het is geen economische vluchtelingen, wij komen niet hier voor geld, want elke persoon die van Afghanistan naar hier gekomen, ze hebben ongeveer 10.000, 12.000, 20.000 euro of dollar betaald om naar hier gekomen. En ze bedoelen, ze zijn geen arm geweest. Ze zijn geen arme mensen. Ze hadden genoeg geld, ze hadden een goed leven, maar de enige is belangrijke veiligheid. En daar ze kunnen niet leven, want het was gevaarlijk voor ons, ook voor hun. En gewoon, die mensen moeten gewoon steun geven voor ons. Gewoon kom ons steunen. Dat is alles wat wil ik van. We don't need any money from the OCM. We need nothing. We need only papers and arbeids card to work. We need only these things. Yeah. We are so nice people. You can see we are peacefully living here. We do only demonstration. We are not fighting. Au niveau politique, c'est le silence total. Hein. Bon, Maggy de Bloch répète, elle, toutes les instances répètent toujours cette... en boucle la même phrase, « The wet is the wet, the wet is the wet, la loi c'est la loi, la loi c'est la loi », alors qu'on expulse illégalement en fait vers l'Afghanistan, puisqu'on n'a pas les accords en Belgique d'expulsion, on n'a pas les accords de visa du gouvernement afghan, mais on nous répète « la loi c'est la loi, la loi c'est la loi ». Alors que bon, c'est foncièrement un problème politique. Elodie Rupo a été interpellée là-dessus. Il a répondu que Maggy de Bloch faisait un excellent travail et que les dossiers devaient être gérés au cas par cas, de manière individuelle, au niveau juridique. Maintenant, au niveau associatif, il y a quand même pas mal de soutien. Il y a une plateforme associative, il y a une soixantaine d'associations qui l'ont rejointe, qui l'ont signée. C'est pas un problème juridique, c'est vraiment un problème politique. Et donc la première chose qu'on essaye de dire ici, c'est justement, ce n'est plus vraiment du ressort de la secrétaire d'État à l'asile et l'immigration. C'est pas avec elle qu'on souhaite dialoguer. C'est un problème de gouvernement. Kaboul est un aéroport qui est entièrement maîtrisé par l'armée belge. L'Afghanistan est un pays où l'armée belge a des F-16. Donc il y a un devoir de protection des populations civiles dans un pays où notre pays est en guerre. Et nous, on interpelle le gouvernement là-dessus, en fait. Donc c'est un problème collectif et politique, et c'est pas un problème individuel et juridique. From the Belgian government, we are getting nothing, so it's very difficult for us. Yeah. Thank you so much. Thank you.